Na de kansloze 4-0 nederlaag bijna 2 weken geleden tegen Feyenoord besloot FC Groningen trainer Erwin van der Looy om het roer om te gooien. Vorige week oefende hij tegen Rood-Wijs Erfurt al met een 4-4-2 systeem en dat pakte toen vooral in de eerste helft goed uit. Ja, daar zijn we op doorgegaan natuurlijk. We hebben daarvoor gekozen na Feyenoord en Erfurt de eerste stap gezet en deze week hebben we daar hard aan gewerkt. Ik denk dat iedereen wel weet wat hij moet doen. Natuurlijk heb je altijd nog even een nieuw systeem dat af en toe wat afstemming en wat wennen. Alleen volgens mij is het voor iedereen wel duidelijk wat de bedoeling is. Michael de Leeuw kwam in Rotterdam tegen Feyenoord niet in actie omdat hij de week ervoor met griep op bed had gelegen. Hij reisde daarna ook niet mee naar Duitse Erfurt. Ik heb toen gevraagd aan de trainer of ik in Nederland mag blijven. Ik voelde me nog niet heel top. En ook conditioneel ben je dan weer een stukje teruggeworpen na een weekje ziek zijn. Dus ik vroeg of ik in Nederland mag blijven. En terwijl de rest van het team naar Duitsland ging. Om toch weer even aan mijn conditie te werken. En toch weer wat meer loopwerk te doen. De conditie is nu weer helemaal 100%? Nou, ze zijn niet 100%, maar ik voel me wel veel sterker dan vorige week. In Erfurt kon de Leeuw dus niet oefenen in het nieuwe 4-4-2 systeem. Maar deze week trainde hij weer volop mee en zou het dus kunnen zijn dat hij zondag tegen Excelsior een van de twee spitsen is. Het 4-4-2 systeem kent voor de Leeuw weinig verrassingen. Ik heb bij de Graafschap ook in een 4-4-2 systeem gespeeld en dan speelde ik een beetje om een spits heen. En nu lijkt het erop dat we zo zondag ook gaan spelen. Dus we zullen zien hoe het uitpakt. Wat vind je van de keuze van de trainer om eventueel het systeem aan te passen? Ja, ik snap het wel. Als je ook kijkt naar onze laatste wedstrijden, waren niet heel goed. Tegen Willem II win je nog wel, maar ik denk dat we 4 wedstrijden slecht gespeeld hebben. Waarin we weinig af hebben kunnen dwingen, niet echt aan de bal heel goed waren. Dus ik snap wel dat hij iets anders gaat proberen, want dit was niet meer zo fris wat we de laatste wedstrijd hebben gedaan. De Leeuw keert dus weer terug bij de selectie van Van der Looy. Maar dat geldt niet voor Lorenzo Burnett, die afgelopen maandag geblesseerd de training moest verlaten. Ik heb toch een kleine terugslag, een lichte verrekking, dus ik hoop dat meevalt, maar helaas. En hoe is het met andere jongens, bijvoorbeeld Henk Bos? Nou, ook Henk Bos komt nog, het weekend komt nog te vroeg voor hem. Een tik gehad in Erfurt, dus Henk en Lorenzo zijn er niet bij. En Mimoun Mahi, hij is weer volop aan het meetrainen. Hoe gaat het met hem? Ja, met hem gaat het goed. Hij heeft deze week volledig meegetraind, alles meegedaan, dus dat ziet er goed uit. Van der Looy kon tot nu toe alleen tegen ADO Den Haag een beroep doen op Mahi. Daarna moest de van Sparta overgekomen aanvaller noodgedwongen geblesseerd toekijken. Dat ziet een lekkere begin, maar ik hoop dat ik wel dat het vanaf nu wel goed gaat. Ja. Want wanneer heb je weer voluit kunnen trainen? Vanaf deze week heb ik echt voluit kunnen trainen. Vorige week was ik aan het einde al wat beter. Alleen toen was het interlandweekend en nu is het gewoon goed. Ja. Dus lekker dat je weer terug bent? Ja, zeker. Het voelt ook lekker. Ja. Wanneer denk je echt aan te kunnen sluiten bij de selectie? Ben je er misschien zondag al bij? Ja, ik hoop het wel. Ik ben gewoon fit. Dus ik weet niet waarom niet. Zou hij eventueel bij de selectie zijn zondag? Nou, dat is een optie. Dan gaan we nog bekijken. Even kijken hoe zijn reactie is natuurlijk iedere dag. Dan moet je wel in de gaten houden zo'n eerste week. Maar op dit moment is het heel positief. Wat voor indruk heb je van FC Groningen de eerste weken dat je hier bent? Ja, een hele grote club. En goede mensen, allemaal, alles erop en eraan. En het is echt fijn om hier te werken. Ja. Dus ik denk ook wel dat je het gevoel hebt van ik wil snel even wat laten zien. Ja, zeker. En ik hoop dat het al zondag is. En dat is dan tegen Excelsior, de huidige nummer 13 van de Eredivisie, die als promovendus na 8 wedstrijden zeker niet uit de toon is gevallen. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal van de promovendi van de laatste 2 jaar. Fris, eigenlijk onbevangen spelen ze, durven vooruit te spelen, dus die doen het gewoon prima. Maar aan onze taak om zeker thuis gewoon die wedstrijd te winnen. Ja. Want zullen ze dat hier ook gaan doen, wat meer vooruit spelen? Nou, bij fases wel. Dat hebben ze uit bij PSV ook gedaan. Uiteindelijk heeft PSV die wedstrijd wel overtuigend gewonnen. Maar ze hebben daar wel op een bepaalde manier gespeeld, gewoon hun eigen spel. FC Groningen zal het spel van Excelsior zondag gaan bestrijden met hoogstwaarschijnlijk de Leeuw voorin, die daarmee dan weer terugkeert in de basis. Ik stond daarvoor alweer, kwam ik alweer rustig terug. Dus het ziet ernaar uit dat ik ga spelen, dus dat is alleen maar mooi.